Ik ben Iris Brandsma en ik ben tweedejaars psychologie student. Tijdens de opleiding psychologie heb je meerdere practica. Eén practica, de practicum daarvan is gespreksvaardigheden. Dat heb je in het eerste jaar en in het tweede jaar heb je een vervolgpracticum. Het eerste jaar leer je vooral de basisvaardigheden, dus hoe je een gesprek moet voeren met de cliënt. Je begint dan met een gesprek van 5 minuten en dat breid je uiteindelijk uit tot een gesprek van 30 minuten. En in het tweede jaar heb je dan de diagnostische vaardigheden erbij. Dit houdt in dat je een cliënt kan uitleggen wanneer hij een test heeft gemaakt, hoe hij die test heeft gemaakt, hoe je scores kunt bespreken. Kun je me misschien vertellen waarom je hier bent gekomen? Ik voel me vaak ongemakkelijk in groepen. Mm-hmm. En ik vind het lastig om op nieuwe mensen af te stappen die ik niet ken. En om met de gespreksvaardigheden worden geoefend aan de hand van rollenspellen. Eén iemand is psycholoog, één iemand is cliënt en er zijn meestal 2 observatoren. De cliënt die krijgt een cliëntrol die je moet voorbereiden en de psycholoog die gaat er dan op inspelen. En de observatoren geven aan het eind dan feedback. En zo leer je langzamerhand de gespreksvaardigheden onder de knie te krijgen. En verder vond ik dat je wel heel goed je best deed om de hele persoon te leren kennen. Dat je niet alleen op problemen focuste. Nou, dat is heel goed gedaan. Ik vind het heel leuk dat je hier steeds beter in wordt. Dat de gespreksvaardigheden ook steeds beter gaan. En dat je dat zelf herkent, dat je ze ook toepast. Ik heb gekozen voor de studie psychologie. Dat ik geïnteresseerd ben in het gedrag van mensen. Het spreekt me heel erg aan om te weten waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen. Ik vind met name de richting klinische neuropsychologie heel erg interessant. Omdat het kijkt naar hersenstoornissen en hoe dat zich in gedrag uit. De studie psychologie biedt verschillende richtingen die je op kan. Je kunt bijvoorbeeld arbeidsorganisatie en personeelspsychologie kiezen. Maar je kunt ook klinische psychologie kiezen. Je kunt ontwikkelingspsychologie kiezen. Oftewel, je hebt gewoon heel veel richtingen waarmee je op kan. En daarnaast krijg je ook wel ervaring met het doen van gesprekken. Dus als je echt heel graag klinische psychologie wil doen, dan oefen je in het eerste en tweede jaar al gesprekspracticum. En daardoor word je gewoon al heel vaardig in het voeren van gesprekken met cliënten. En ik denk dat dat gewoon heel prettig is. Dat je goed voorbereid wordt op het werk dat je later gaat doen. Kortom, ben jij geïnteresseerd in het gedrag van mensen? En wil je graag weten waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen? Dan is de studie psychologie misschien wel iets voor jou.